Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft met de Wereldbank gesproken over de status van het Competitiveness and Sector Diversification Project, SDCS. Dit project wordt namelijk gefinancierd door de Wereldbank. Het programma voor Surinames Growth Enterprises, SEARCH, is onderdeel van het CDS-project. SEARCH is de groei van de Surinaamse ondernemingen. 230 bedrijven zullen rechtstreeks profiteren van business development support en matching grants, oftewel bedrijfsondersteuningen en bijpassende subsidie. Het ministerie zal investeringen plegen in micro- en middelgrote ondernemingen en waardeketenontwikkeling in opkomende industrieën. Het ministerie wil dit project voor oktober 2022 realiseren. Hierna kan er overgegaan worden tot het tekenen van een contract met een waarde van ongeveer 3,8 miljoen US dollar. Dit geld zal gebruikt worden om verdere investeringen te plegen in de agrarische en toerisme sector.